Samen met maatschappelijke organisaties zoals Natuurmonumenten, maar ook met banken zoals Triodos en boerenorganisaties, heeft oud-landbouwminister en CDA-prominent Kees Veerman een plan om de landbouw compleet te veranderen. Opmerkelijk, omdat Veerman ook zelf jarenlang een boerenbedrijf heeft gehad. Kees Veerman, welkom. Dank u wel. We gaan het hebben over uw plan voor de landbouw. Maar het is onvermijdelijk, moet het ook eerst even hebben, denk ik, over de schermutselingen in Den Haag. En het kabinet dat er maar niet komt en de formatie. Hoe heeft u ernaar gekeken als oud-politicus en oud-minister daar? Ja, ik ben natuurlijk 14 jaar weg, hè, dus dat is wel een hele afstand. Maar ik zie de partij weer een beetje tegen elkaar aanschurken. Het woord van donder geldt nog altijd, hè. Er moet worden bestuurd. Dus men is op zoek naar een uitweg om te komen tot een nieuwe regering. Ik zou zelf voorkeur hebben voor iets anders. Maar goed, ik sta er een redelijke mate van af. Ja, wacht even. U zou voorkeur hebben voor iets anders. Wat is dat andere? Nou, kijk, we hebben in feite een lastige situatie. Niet alleen in het CDA, maar ook in het land zelf. Met een enorme versplintering van partijen. Aan de andere kant hebben we grote opgaven. Klimaat, landbouw, infrastructuur, woningbouw, arbeidsmarkt. Nou, zo kan ik er nog een paar op noemen. Die moeten met kracht worden aangevat. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar tegelijkertijd hebben we te maken met een noodzakelijke cultuurverandering, hè, die in het Haagse noodzakelijk is. Pieter Omtzigt heeft 20 bladzijden geschreven waarin hij beschrijft wat er zou moeten gebeuren. De premier heeft een interview gegeven van de week waarin hij zegt hoe hij het zou willen gaan doen. Dat is dus doordrongen. We moeten het anders gaan doen. Wie vond u had het meest inhoudelijke commentaar op de situatie van Nederland, Omtzigt in zijn boek, of het Nieuwsuur-interview van Mark Rutte? Nou, ik denk dat dat twee onvergelijkbare grootheden zijn. Te weten, de voorstellen die Pieter Omtzigt doet snijden meer hout dan denk ik wat de premier naar voren bracht. Met de goede bedoeling om het echt anders te doen. Dat begrijp ik wel, maar vernieuwende ideeën heb ik daar niet in aangetroffen. Is niet goed. Maar u zegt, ik ben voorstander voor iets anders. Ja. Wat is dat andere? Dat andere is om een afkoelingsperiode te nemen. Een afkoelingsperiode in de vorm van een kabinet wat niet direct aan de politiek is gebonden, maar de grote vraagstukken van de komende tijd kan agenderen en op een rijtje zetten en prioriteiten volgorde kan voorstellen. Een nationaal kabinet, een zakenkabinet? Een zakenkabinet, extra parlementair kabinet, hoe je het ook noemen wil. Maar niet die directe en vaste verbinding op basis van afspraken met partijen die dan elkaar moeten vasthouden. Want anders ben je je meerderheid kwijt. En we weten allemaal dat dat de cultuur is van de laatste 30 jaar. Daar heeft Herman Tink Willink natuurlijk hele behartenswaardige dingen over gezegd. En dat verander je niet doordat de premier zegt, ik ga het anders doen. Dat verander je ook niet omdat sommige mensen nu het licht lijken te hebben gezien. We gaan het echt anders doen. Het moeilijkste wat te veranderen is, is altijd cultuur. Of dat nou in een bedrijf is, of het is in de politiek, of het is in een vereniging. De cultuurverandering, daar moet je tijd voor nemen. Interessant voorstel. U zegt afkoelingsperiode en een zakenkabinet. Dat zou de boel kunnen helpen? Ja, dat zou in ieder geval de Kamer kunnen laten wennen aan een nieuwe verhoudingen. Dan gaat het echt om het debat in de Kamer waar het om gaat. En dan is er niet op voorhand al dan niet in een achterkamertje, maar of op basis van afspraken een bepaalde meerderheid geformeerd. Daar willen we van af, zeggen we. Maar het zal onvermijdelijk zijn om een regering natuurlijk toch slagvaardig te maken. Ja. Wie zet u daarin, in dat zakenkabinet? Hoe gaat dat dan? Nou, dat zouden mensen moeten zijn, volgens mij, die van verstand van zaken hebben. En die geen vrees hebben dat als ze zouden worden weggestuurd of geen meerderheid kunnen vinden voor hun voorstellen, dat ze dan zeggen, jongens, wat is er toch erg met me gesteld? Maar die een maatschappelijke carrière achter de rug hebben, die vakmensen zijn. En wie denkt u? Nou, waarom zou je Marcel Levy niet op volksgezondheid zetten, bijvoorbeeld? Hè? Marcel Levy, de man die 17 ziekenhuizen in Londen heeft bestuurd. Een voorbeeld, ja. En daar zich ook met het coronadebat heeft bemoeid. Veel applaus voor heeft gekregen, ook in Nederland. Ja. Hij is nu terug. En wie denkt u nog meer? Nou, iemand die op volksgezondheid zou kunnen zitten, die nu voorzitter is van de grote woningbouwcoöperatiegroep. Nou, dat is ook. Wie is dat? Moet ik hem even met zijn naam helpen. Martin van Rijn. Ja, dank u wel, Silvana Simons. Dank je, Silvana. Martin van Rijn, voortreffelijk. Ja. En zo zijn er meer. Dus u zegt afkoelingsperiode, maak een kabinet met vakmensen uit verschillende windrichtingen. Moeten die politiek gebonden zijn aan de grote partijen? Niet noodzakelijkerwijs. Ze kunnen wel een politieke achtergrond hebben. Alexander Rinoy-Kan, noem ze maar op. Hè. Die mensen die bewezen kwaliteiten hebben in het bestuur. En die, waarvan ik zeg, hè, als ze zou weg moeten, niet onmiddellijk zeggen van jongens, wat is dat verschrikkelijk. Ik wil mijn land dienen.
Voor 2 jaar, maximaal. Ziet u voor zichzelf een plek op landbouw bijvoorbeeld? Nou, dat lijkt mij nou niet. Als je 72 bent, dan moet je niet je vinger opsteken. Nee? Hoewel, nou ja, er zijn mensen die dat zeggen, maar... Er zit een president in het Witte Huis, die is ouder dan u. Ja, zeker, maar ik weet niet, die is misschien wel veel beter dan ik. Oké, maar een pikante vraag. Zit Mark Rutte aan tafel in dat nationale zakenkabinet van u? Ja, dat weet ik niet. U mag even vrij beslissen. Ja, hoort hij er ook bij? Of is dat een man die nu zoveel woede en irritatie oproept bij veel partijen... dat hij even pas op de plaats moet maken? Nou, kijk, laten we wel wezen. Rutte is een politieke Houdini, hè? Dus die redt zich wel. Maar de vraag is of dat hij credits krijgt bij de anderen. Dus krediet krijgt bij andere partijen. En daar wordt nu aan gewerkt. En daar doet hij ontzettend zijn best voor. Mm-hmm. En hij is de grootste partij en heeft 2 miljoen stemmen. Dus dat is onvermijdelijk dat hij zegt... Ja, luister, ik doe mee. Ik doe mee. En ik ben de leider van de spul. Precies. En dat zou ook best, helemaal niet ondenkbaar zijn. Aha. Maar dan gaat het in de zakenkabinet niet primair om de politieke lijnen... maar dan gaat het om de bestuurlijke beslissingen die genomen moeten worden. Juist. En hij kan best leiding geven, in mijn gevoel... aan zo'n club van ervaren oudere rotten. Ja, we moeten het even hebben over uw partij, het CDA natuurlijk. Want binnen uw partij is er ook... Ja, een schisma of niet, we weten het niet. We hebben iemand aan de top van uw partij, Wopke Hoekstra. En die zit gewoon in Den Haag in de Tweede Kamer. En er is natuurlijk kwestie met Pieter Omtzigt die thuis ziek zit. En je leest de afgelopen week steeds vaker van... ja, de situatie bij het CDA wordt zelfs op Omtzigt toegespitst. Dat gijzelt het landsbelang en een kabinet. Hoe ziet u dat? Nou, ik vind het niet terecht dat Pieter Omtzigt... als het ware onder druk gezet wordt... Mm-hmm. en dat hij het probleem zou zijn om voor het CDA... tot deelname te besluiten aan het kabinet. Dat wordt nu maximaal gezegd. Henk Kamp vanochtend nog van de VVD heeft het op de radio gezegd... vanochtend bij WNL weer, die zegt van... ja, dat CDA, ze moeten nu eens tot een conclusie komen. Ze hebben nog 2 weken de tijd. En het is allemaal heel problematisch met Pieter Omtzigt. De stormram is ingezet. Ja, zeker. Zo ken ik Henk ook wel. En zo waardeer ik hem ook. Maar kijk, je wordt niet beter van druk als je het in je hoofd niet goed zit. Hè? En dat is het geval. Als je je arm breekt, zeg je 4 weken in het gips en over. Mm-hmm. Een burn-out van een omvang zoals Pieter Omtzigt die heeft. 4 jaar getergd. En zoals hij zegt, voorgelogen. Hè? Dat zijn zijn woorden. Mm-hmm. Dan ben je niet zomaar hersteld. Dus geef die man de tijd om te herstellen. Maar ja, voorgelogen zegt u. Hij, hè? Dat zegt hij. Ja. U citeert hem. Dat levert ook problemen op binnen uw eigen partij. Want in het kabinet zaten natuurlijk ook partijgenoten Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra. En daarvan kan hij ook denken van ja, sensibiliseren. Dat is het woord wat beroemd is geworden. Ja. Ze hadden niet het beste met mij voor en zeker niet met de punten waar ik voor stond. Dat is nog niet opgelost. Nee, maar de cultuur was toen zo. Hè? Maar die is toch nu nog steeds zo? Ja, dat is ook precies mijn punt. Daarom wilt u dat kabinet... Dat is precies mijn punt. In mijn tijd hebben wij ook wel eens gemopperd op Kamerleden. Ja. Hè? Zo van, waarom moet dat nou? Kunnen ze nou niet? En dat rust natuurlijk allemaal op het feit... dat je je coalitie in stand wil houden... en dat je je meerderheid in stand wil houden. En er zijn er wel eens mensen die een beetje aan de andere kant uit de boot hangen... en die moeten dan toch even erop gewezen worden... dat je wel afspraken met elkaar hebt gemaakt. In de tijd noemde Kaland dat is lang geleden, stemvee. Hè? Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk wel erg sterk uitgedrukt... Maar je moet in zo'n fractie discipline houden. Dat kan ook niet anders. Ja, als er iets hartstikke mis is, zoals bij die kindertoeslagenaffaire... Ja, dan kun je toch niet meer je mond houden? Nee, en dat heeft Pieter Omtzigt ook niet gedaan. Nee. Maar hij heeft zijn mond open moeten doen om te zorgen dat de feiten op tafel kwamen. Dus de cultuurverandering die nodig is... die staat beschreven in die 21 bladzijden... aan het eind van het boek van Pieter Omtzigt. Ja. Laten we daar nou aan gaan werken. Meneer Veerman, om in uw terminologie te blijven, want u bent boer... Van oorsprong, het zaadje is hier neergelegd op de tafel van Buitenhof voor een zakenkabinet. Ik ben heel benieuwd hoe de reacties daar buiten deze studio op zijn. Laten we het ook even hebben over een plan dat u heeft voorgesteld... om een radicale nieuwe visie te ontwikkelen op de landbouw in Nederland. Want we weten allemaal dat het problematisch is in een klein land... om heel veel boerenbedrijven te hebben... waarvan sommigen tegen natuurgebieden aanzitten. En u heeft met een aantal maatschappelijke organisaties voorgesteld... laten we het veranderen. Wat moet er veranderen wat u betreft? Nou, een heleboel. Maar vooral in de eerste plaats erkenning voor de boeren zelf. Kijk, het is nu vaak zo, die boeren zitten in de weg. Mm-hmm. Die boeren zitten waar ze zitten. Die hebben eigendom, gebruiksrechten. Dat zijn ijzersterke rechten in onze samenleving. Die kun je niet zomaar schofferen. Dus het probleem... oplossen begint bij het erkennen dat de boeren daar zitten... en dat ze daar al eeuwen zitten... en dat ze proberen een nette boterham te verdienen. Daar moet je beginnen. Okay. En het
Als het gaat om hoe moet je het aanpakken, dan is het eerste vereiste. Dan, als je dat erkent, hè, zeg je, luister. De ruimtelijke indeling van Nederland is een zaak van het Rijk. Dat is niet een zaak van gemeenten, provincies, dat is een zaak van het Rijk. Waar kunnen we wat doen? En dat betekent in de tweede plaats dat je dan indelingen gaat maken in Nederland waar je welke type van agrarische bedrijvigheid wel en niet kunt laten gebeuren. En in welke vorm. Want vergeet niet, de landbouw is zeer divers. Hè? Zeker, maar als je met een intensief veeteeltbedrijf op dit moment tegen een prachtig natuurgebied aanzit van staatsbosbeheer of natuurmonumenten, wat moet er dan gebeuren? Nou, dan moet je met die boeren in gesprek en zeggen, kijk, hier heb je geen toekomst op de lange termijn. Laten we dat onder ogen zien. Maar dat is niet een punt, niet een probleem van u. Dat is een probleem van de samenleving. Want de samenleving heeft geprofiteerd, u ook, zei het in bescheiden mate, boereninkomens zijn laag. Hè? En de arbeidstijden zijn lang, de risico's zijn groot. Ja. Maar we hebben met elkaar. Maar even tussen haakjes, maar soms is er heel veel land. En dat land is ook weer veel geld waard. Dan kun je bijvoorbeeld huis opbouwen. Zeker, en je kunt het combineren. Maar je moet bij de boer beginnen. En zeggen, kijk, hier hebt u geen toekomst. Want ja, we hebben de uitstoot of de maatschappelijke druk die er is. Of de andere belangen die spelen, want de woningbouw. Die zorgen ervoor dat u uit moet zien naar een andere plek. En dan gaan we u bij helpen. Dus wij pleiten ook voor een grondbank. Hè. Dus laat de overheid een 40, 50.000 hectare in portefeuille hebben. Zeggen, nou, u kunt hier niet, Twente bijvoorbeeld, maar u kunt wel op Noord-Beveland. Hè. Daar kunt u uw bedrijf voortzetten. Dat hebben we vaker gedaan. Na de ramp in 1953 zijn een heleboel boeren uit het zuidwesten naar de nieuwe polders gegaan. We hebben gezien bij landinrichtingsprojecten dat boeren ook uitgenomen werden. Die stopten. Ja. Hun land werd herverdeeld. Dat kunnen we weer doen. Zeg maar, u zegt, we moeten dus die bedrijven verplaatsen. Maar het gaat heel vaak, en terecht ook, om de intensieve veeteelt. Omdat, dat weten we ook allemaal, bijvoorbeeld het veevoer kan zomaar komen uit Brazilië. Waarvoor delen van het Amazonegebied in de brand worden gestoken om daar soja te telen. Dat gaat op een schip naar Nederland en daar worden de koeien mee vet gemest. Is dat een lijn die we nog langer kunnen handhaven? Nou, om te beginnen, kijk, de soja-importen zijn soja-importen uit landen met een onduurzame productie. Hè? Dus wat u zegt. Maar dat is bovendien genetisch gemodificeerde soja in veel gevallen. Die wordt bespoten met Roundup. Slecht aan alle kanten. Dat laten we allemaal binnenkomen, heffingsvrij in de Europese Unie. Waarom? Waarom? Omdat we ook spullen naar Zuid-Amerika willen verkopen. Auto's bijvoorbeeld. Hè? Dus er ligt een vraagstuk op Europees niveau of wij niet aan de grenzen van Europa een carbon tax zouden moeten hebben. Dus een belasting op CO2 bijvoorbeeld zou moeten heffen. Waardoor de binnenlandse productie van veevoer nieuwe kansen krijgt. Dat zou leiden tot een verbreding van het bouwplan. Hè? Dus dan heb je minder mais, maar dan heb je ook soja of andere gewassen. Of oude gewassen die terug kunnen komen. Maar dan heb je natuurlijk, dan loop je tegen de stroom van de globalisering in. Ja, ook weer een probleem. En wat mij toch ook interessant lijkt, is die boeren die misschien nu luisteren, die horen u zeggen, terwijl u een CDA-voorman bent en zelf boer en oud-minister van Landbouw. Dus ik moet misschien wel vertrekken, of ik moet mijn bedrijf verdunnen, of ik moet op een hele andere manier gaan werken. Zit dat daarin? Ja, daar moeten we de boeren mee helpen. Heeft u daar geld voor uitgetrokken in het plan van? Zeker. 1,5 tot 2 miljard per jaar. Is dat om boeren uit te komen of te laten verhuizen? Van alles. Kijk, als een boer zegt ik wil verdunnen. Stel voor twee boeren naast elkaar. Eén wil vertrekken of help je met vertrekken. En de ander zegt nou dan wil ik er die grond wel bij hebben. Maar die is me te duur. Ja. Maar als de gemeenschap die opkoopt en vervolgens tegen lagere pachtprijzen aan die andere boer geeft, kan die verdunnen. Dat betekent dus dat er wel een bedrijf blijft. Blijft bedrijvigheid. Ja. Het platteland blijft leefbaar. Hè? En die andere boer stopt of gaat elders en kan daar ontwikkelen. En daar moeten we het van hebben. En dat moeten we als overheid moeten we dat ondersteunen. Tegenover u zit Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Korte reactie op wat meneer Veerman voorstelt. Wat vindt u? Zit er muziek in? Ja, kijk, ik vind het ten eerste vreemd dat de heer Veerman zegt van ja, we moeten erkennen, hè, we zijn trots op de boeren. Dus dat gaan we eerst even doen. Dat is ook een tactiek, eerst complimenten uitdelen en dan kritiek gaan leveren. Waar we mee moeten beginnen en waar het CDA volgens mij voor moet gaan staan, is dat er eerst een beleid komt waarin daadwerkelijk wordt gemeten. Al die stikstof, dat zijn allemaal modellen, dat zijn allemaal aannames. Afgelopen week bleek weer dat het stikstofmodel uit de Noordzee van het RIVM dat daar ook helemaal niks van klopte.
En dat zou ik graag willen, dat de heer Veerman, even los van alle plannen, dat hij eerst gaat zeggen, weet je, we moeten eerst de daadwerkelijke uitstoot weten. Om te kijken wat het is. Tot zover, Caroline van der Plas. Heeft ze een punt? Zijn de rapporten die nu door wetenschappers op tafel zijn gelegd, gelooft u erin? Zeker, ja. U heeft geen behoefte aan een nieuwe berekening? Nee, kijk, je moet altijd zorgen dat wetenschappelijk onderzoek, je realiseert wetenschappelijk onderzoek is altijd feilbaar. Ja. Het is altijd voorlopig. Hè? Maar wat die eerlijke mensen proberen onder ogen te brengen, dat moet je niet van zeggen, ah, we moeten het nog eens gaan meten. Dat is achteruitlopen. Dat is achteruitlopen en dat is de boeren voor het lapje houden. En dat moeten we niet doen. We moeten het eerlijke verhaal vertellen. Kijk, mijn denken is in de loop van de jaren veranderd, maar mijn hart zit nog steeds op dezelfde plaats. Hè? Wanneer is dat denken veranderd? Wat was voor u het moment waarop u dacht, we kunnen zo niet langer verder gaan? In de loop van de jaren groeit dat. Hè? Ik ben zelf boer en ik heb het zelf gezien. Hoe wij intensief de grond gebruiken. En als we ons nu realiseren dat 70% van de bodem in de Europese Unie niet gezond is. En als we ons realiseren dat in een handvol aarde zit meer leven als mensen op aarde. Zoveel micro-organismen, maar die hoor je niet. Die zijn stil. Dat zijn de stille belangen. Die hebben geen stem in de Kamer. Maar daar moeten we wel voor zorgen. Kijk, dat is rentmeesterschap. Dat is wat ik in het CDA terug wil brengen. Zoveel het maar kan. Als een nieuw te vormen kabinet, en als het aan u ligt, is dat een zakenkabinet, dit probleem veronachtzaamt, niets mee doet en niet aan begint, waar staan we dan over 10 jaar? Dan hebben we een landbouw die uitgeboerd is. Letterlijk uitgeboerd. Er wordt niet meer geïnvesteerd, er wordt niet ontwikkeld. Er zijn geen jonge mensen meer die erin willen. We moeten ruimte geven aan jonge mensen. Maar we moeten ze wijzen waar het kan en waar het niet kan. En we moeten ze financieel ondersteunen. En we moeten ze middelen, voorschriften, schrappen, doelvoorschriften. Daar moet je aan voldoen. Als je eraan voldoet, kun je rekenen op steun van de samenleving in de vorm van toeslagen die we kunnen binden aan prestaties. Dat is een heel nieuw verdienmodel voor boeren. Kijk, als je met de supermarkten wil overeenkomen dat je 5 centen bij de melk wil hebben, wens ik u veel succes. Maar als je zegt, als boer produceer je niet alleen voedsel, je produceert een landelijke omgeving, je produceert steeds beter, als je het goed doet, een gezonde bodem. Je draagt bij aan betere biodiversiteit en dat is onze samenleving geld waard en daar kunt u geld voor verdienen. Dat onder ogen zien, dat is de opgave. Meneer Veerman, dank u wel voor uw komst. En ik denk dat de Partij voor de Dieren met genoegen geluisterd heeft naar u vandaag. Dank u wel. Dank u wel. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.